Dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer niet alleen, ik ben samen met Muratan. En Muratan, alles goed? Ja man. Wat gaan we doen vandaag? Onderzoeken. Onderzoek naar motorkap, motorkap tutorials. Ja, motorkap. Dat gaan we vandaag doen. Nou, zullen we gelijk beginnen? Ja. Jij mag de motorkap omhoog doen. Heb je hier zo'n hendel? Moet je die trekken. En dan hoor je die tekje al. Oké. En dan gaat Murat dan hem omhoog doen. Hier ook zo. Normaal heb je zo'n ding die hier zo staat. Ja. Zo houder bij andere auto's, maar niet bij deze auto. Oké. Goed, wat moet je allemaal weten? Als je zegt bij dit, hier zie je een logo. Dit noemen wij koelvloeistof. En die moet je pas vullen wanneer die bij je minimum is. Die moet die altijd tot daar zijn. Oké. En wat doet koelvloeistof? Dat weet ik niet meer. Die koelt de motor af. Oh ja. Soms kun je ook bij koelvloeistof water gebruiken. Op sommige uitzonderingen. Dat zou ik zeker niet doen. Nee, dat tenzij, is zo. Tenzij je echt niet anders kan, hè? Ja. Want de motor moet wel ook koeling hebben. En daarvoor hebben we koelvloeistof. Maar water die koelt toch niet? Waarom niet? Je mag water vullen totdat die brandding niet uitgaat. Water verdampt. Daar heb je motor. Water kookt. Oké, wat was dat? Dat is gewoon de olie van de motor. Oké. Dan om te checken of die vol is, heb jij dit. Ja. Gewoon trekken. Juist, rustig uit, niet op je kleren. Dan moet die tot hier komen, die olie soort van. Ja. Die ribbeltjes. En je kan ook checken of je olie goed is door dit te doen. En als je een soort van kleine steentjes voelt, dat betekent dat het oude olie is. Dan moet je die wisselen. Oké. Wat ik altijd zeg is, haal die oliepeilstok eruit. Maak hem schoon met een doekje. Ja. En dan stop hem dan weer terug erin. Dan kun je zien of je motorolie goed is. Dus aan die hand van dat dingetje. Lukt het? Nee. Zal ik het doen? Rustig. Come on baby. Zo. En bovendien moet je een koude motor hebben om de olie te meten. Ja. Wat nog meer? Kan die schuin zijn, staande auto of moet die recht staan? Hij moet recht staan. Hij moet recht staan, hè? Oké. Volgende. Dan heb je rijtenwissel vloeistof. Wie? Zeg ze opnieuw? Rijtenwissel. Rijtenwisser. Oh, rijtenwisser. Niet, wat is rijtenwissel? Ja. Rijtenwissel vloeistof. Oké. Okay. Dat is dan gewoon... voor jou rijden. Voor het rijden. Ja. Oké. Okay. What's next? En dan heb je remolie, toch? Remolie, oké. Okay. Waar is die? Ja, die is hier. Die zie je daar. Ja man. Oké. Okay. Mag je die zelf bijvullen? Nee, die moet altijd een monteur doen. Waarom? Omdat gevaarlijk is die stof daar. Oké, okay, heel goed. En dan heb je nog deze. Dat is voor de accu. Wie? Accu. Accu. Oké. Okay. Je hebt een rode kabel en een zwarte kabel. En plus en min ook, hè? Welke moet bij welke? Moet je niet aan mij vragen? Niet? Nee. Dat was volgens mij rood en blauw, toch? Nee, diezelfde kleur horen welke. Rood en zwart. Ja. Kijk, hier zie je dat ook als voorbeeldje, hè? Rood is plus, min is zwart. Oh ja, man. Zo kun je het onthouden. Oké, okay. Nu hebben we alles gehad. Mag je de motorkap weer omlaag doen? Yes. Nu gaan we een vraag stellen over de banden. Nu staan we op de weg, laten we aan deze kant staan. Wat kan je mij vertellen over de banden? Ze zijn hetzelfde. Oké. Okay. En dan hierachter heb je de remmen. Ja. Yeah. Voor de rest heb je niks speciaals van. Oké, okay, in theorie komt het ook voor. Hoeveel profieldiepte moet je band hebben in de zomer? 6,2. 1,6. Oh, 1,6. 1,6 mm diepte. En profieldiepte, dat is dit. En in de winter? 2,4. Nee, 4. Oh. Gewoon 4. Dus 1,6 in de zomer, 4 in de winter. Waarom heeft een band eigenlijk
profiel nodig. Zo die balans kan houden, toch? Nee. Wat ja, dan? Balans. Andere woord is beter. Grip. Ja, grip. Grip op de weg. Ja. Oké. Okay. Waarom heeft een band een ventieldop? Waarom denk je? Ik vecht even. Je weet het niet, of wel? Jawel. Oké, okay, zeg dan. Wat had hij? Ventieldop. Ventieldop? Ja. Dus is dat niet gewoon om op te pompen of niet? Nee, dat is het ventiel. Oh. Een dopje. Oh ja, dus dat die lucht er niet uit gaat. Nee, zodat er geen viezigheid in komt. Ja. Als je deze dus niet erop hebt, die dopje, dan komt er viezigheid erin. En dat kan jouw ventielpinnetje beschadigen. Dan is je band van binnen ook helemaal kapot. Snap je? Ja. Wanneer moet je je band vervangen eigenlijk? Die antwoord hebben we net gegeven ook. Eigenlijk als die dingen een beetje oud lijken, toch? Ja, als ze versleten zijn. Ja, versleten. Hier binnenin, ik weet niet of we dat hier zien, maar heb je van die blokjes. Dus als jouw band versleten is tot en met daar, dan doe je hem wel vervangen. En nog een vraag. Als jij te veel jouw band hebt opgepompt, hè? Ja. Wat voor effect kan het hebben? Als jij zoals van tegen een stoeprandje aangaat. Ja. Of tegen iets anders die een beetje hoger is, dan kan die gewoon uiteindelijk oploffen of kunnen grote wobbeltjes ontstaan. Oké. Okay. En als hij te laag is, heel slap is. Dan, en als die andere banden ook dan ook verschil zijn, kan die ook. Nou, als er niet genoeg lucht in zit, kost het heel veel energie voor de auto. Oh ja, dat ook. Dan is het dus niet milieubewust. Snap je? Ja. Welke kofferbanden hebben wij? 4. En eentje in de kofferbak. Eentje in de kofferbak. Dus 5. Ja, toch? Ja, toch. Oké. Okay. Kun jij die kenteken van die... Daar ben je bril. Oh, je hebt je bril nodig. Hè? Hij moest een bril dragen van mij, want hij kan niet ver genoeg kijken. En voor de mensen, als je denkt dat je een bril nodig hebt, ga even een bril halen, want autorijden gaat daarmee echt veel makkelijker dan zonder bril. Wat staat daar? 17? Ja. 82? Ja. WM. Juist. Serieus? Hij klopt wel, man. Maar die laatste, VN, KN, weet ik niet. Kan ik ook niet zo ver lezen. Ja, daarom. Lekker man, broer dan. High five. Oh ja, nog één ding. Hier binnen in de auto zie je hoeveel bar je moet oppompen. Staat er bijvoorbeeld, als je met je familie op vakantie gaat, 5 personen in de auto, 2,4 bar moet de voorkant en 2,8 moet de achterkant. Yes? Yes. Lekker, we gaan weer verder. Bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te abonneren en te liken. En tot de volgende keer.